Ja, ik had het wel verwacht. We zijn gisterenmorgen ook al wat bijgepraat door de minister. Wij voorzitters van de veiligheidsregio. En ik had het ook wel gehoopt, eerlijk gezegd. Waarom is het nodig? Omdat we het niet meer trekken op deze manier. Omdat je ziet dat de besmettingen toenemen. En dat kan dan misschien een beetje komen doordat er meer testen zijn. Maar we zien ook dat de ziekenhuizen te vol aan het raken zijn. Er liggen meer dan 1 miljoen operaties op de plank van gewone zorg. Nou, dat is verschrikkelijk. De IC's worden steeds voller. En als we niet iets rigoureus doen nu, dan zitten we met kerstmis net zoals waar we zaten in maart. Dat is verschrikkelijk. Nee. Dus het moest. Er moet gehandhaafd worden, 2 mensen op straat. Ja. Hoe gaat u dat doen? Nou, dat gaan wij niet doen. Dat moeten de mensen zelf doen. Ik blijf het toch maar herhalen. En ik snap best wel dat mensen dan denken, nou, je ziet wel hoe gehoorzaam iedereen is. En toch blijf ik een appel doen op iedereen om zich wel te gedragen. Want we gaan natuurlijk niet op de hoeken van de straten staan om te kijken of die aantallen wel in acht genomen worden. Dat gaat niet lukken. Het is echt het eigen verantwoordelijkheidsgevoel. En ik hoop eigenlijk dat met deze lockdown, dat is niet het doel ervan, maar ik hoop wel dat die ook tot effect heeft dat mensen schrikken en zeggen, oh jee, ja, misschien moet ik toch iets beter mijn best doen. Want dat is de enige reden dat we nu in deze toestand zitten, dat we niet ons best doen. Denkt u dat de mensen geschrokken zijn na gisteren? Ik denk wel een beetje, ja. Ik denk het wel en ik hoop ook dat ze nu beseffen, het is nu of nooit. Willen we er nu snel vanaf komen of kan het ons allemaal niks meer schelen? En als je zou denken, nou, dat gaat alleen maar over wat oude mensen op de IC. Dat is ook niet waar. 70% van de mensen in het ziekenhuis op de IC's is jonger dan 70 jaar. Het gaat niet meer alleen. De hele oudjes, die zijn wel voorzichtig. Maar het gaat echt om de jonge mensen. Grote groepen zijn ziek en sommigen ook zeer ernstig ziek. En ik wil het niet dramatiseren, maar dat zijn wel de feiten. We zitten in de grootste grensregio van Nederland. Hè? Verwacht u dat veel mensen naar België gaan? Verwacht ik het? Nou, laat ik zo zeggen, ik hoop van niet. Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten. Ik hoop eigenlijk dat iedereen solidair is. En net zo goed als dat we zeiden toen de Belgen hier kwamen, doe dat nou niet. Hoop ik ook dat de Nederlanders tegen zichzelf zeggen, doe dat nou niet, ga die grens niet over. Want daarmee belast je België weer. En solidariteit in deze grensregio is buitengewoon belangrijk. En we moeten vooral ook laten zien dat we dat snappen. Is daar op te handhaven? Nee, daar kan je niet op handhaven. Het is namelijk niet verboden. Mensen mogen de grens over en kunnen winkels in. Dus handhaven door ons in België al helemaal niet. En we gaan ook echt niet aan de grens staan om het verkeer tegen te houden.